tot de conducteur aan. Er komt de conducteur aan, dames en heren. Het is echt zo. Ik ben Niels. Ik ben Martijn. Ik ben Joost. Welkom bij Gierigasten. De afgelopen 4 jaar hebben de gierige gasten het toppunt van gierigheid meerdere keren bereikt. Gierige gasten. Ik ben een hoogwerker. Kijk jij wel een beetje uit hier naar beneden, cirkel? Nu vinden ze het tijd om te testen of de bekende Nederlanders, ondanks alle luxe en faam, ook nog een beetje gierig zijn aangelegd. In deze serie zullen bekende Nederlanders de beste video's van de gierige gasten proberen na te doen. Ja! Lekker maar nu! Onze deelnemer van deze week is niemand minder dan Ayem Aisha. Bekend om haar rapcarrière, haar lange nagels en haar goede vriendschap met Corrie Konings. Goedemorgen, Aisha. Hi. Hi, goed dat je er bent. Wij kennen jou van je persoonlijke verzorging. Je besteedt volgens mij veel aandacht aan je haar en je lange nagels. Klopt. Ja, we zijn alleen bang dat deze lange nagels vandaag wellicht een handicap zullen zijn. Want jij gaat vandaag proberen zwart te rijden, verkleed als schoonmaakster. Zwart rijden, daar ben ik een expert in. En schoonmaken? Niet echt. Nou, dan wensen we jou heel veel succes. Ik heb vroeger heel vaak zwart gereden. Om verschillende redenen. Of ik had geen geld, of ik had te groot geld. Dat ik het nergens kon wisselen. Of ik wilde gewoon goedkoper uit zijn en deed alsof ik in slaap was gevallen. Ik denk dat de truc van vandaag echt wel gaat werken. Ja, misschien dat ik mijn haar even een knotje doe of zo. Misschien ook niet, misschien ben ik gewoon een hippe klein schoonmaakster. We gaan het zien. Ik ga nog heel even kijken hoe mijn voorgangers het hebben gedaan. Dus wij gaan kijken of de schoonmaker ook door de treinconducteur wordt genegeerd. Ja, maar jullie zien er ook echt geloofwaardig uit, hè? Dat is eigenlijk oneerlijk. Kijk hoe ik eruit zie. Oké, nou dan ga ik nu dan de trein in en dan zal ik jullie even laten zien hoe het moet, dat ik het beter kan dan jullie. Ja. Ja. Jawel. Ik heb een nieuwe carrière gevonden. Hier komen ze sowieso controleren. Oké, het gaat nu een trein in. Die gaat naar... Zaandam! Jee, en we zijn los. Ja, spannend. Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport. The next stop is Amsterdam Centraal. Ja, het is gewoon heel lang wachten tot de conducteur komt. Hij is gewoon aan het chillen, hij heeft helemaal geen zin om te werken. Wat zou jij doen als je conducteur was, Niels? Heel eerlijk. Ja, ik zou alleen maar een kaartje kennen de hele dag. Kaartje, kaartje alsjeblieft. Je hebt een kaartje als kind, weet ik, boeit me niet. Ga even een ander soort trein zoeken. Een soort dubbeldekker misschien, richting Schiphol, wat drukkere trein. En dan hopen dat er meer actie is. Misschien 2 conducteurs in plaats van 1, weet je wel. Ik vind echt alles leuk, behalve dit. Dit trek ik echt niet, hè? Heel dag een vuilniszak in je hand. Nou, je moet wel zeggen, het hesje en de rest, dat klopt wel. Ja. Alleen, ja, iets te lang voor de spiegel staan, ja. Voor de schoonmaakster. Nou, dat vind ik wel heel denigerend. Alsof schoonmaaksters niet voor de spiegel staan. Nou, die gaan zich niet zo opdutten om een lekker dagje te gaan schoonmaken. Heb jij ooit een schoonmaker gezien met een Rolex om haar pols? Nee, ik ook deze. Niet. Dat is de eerste. Met zulke zieke nagels, niet heel handig met schoonmaken. Goedemorgen. Wat zijn er voor... Er zijn echt 0 conducteurs aan het werk vandaag. Ja, dat lijkt het wel op, hè? Zijn ze weer aan het staken? Laat zich een beetje. Nou ja, er komt af en toe een conducteur langs, maar die controleert niet. Dus ja, dan is het niet gelukt. Ja. Je moet een controlerende controleur hebben. Ik ga wel koffie halen nu. Maar ik ga kijken of ik hem gratis kan krijgen en anders koop ik hem gewoon. Goedemorgen.
Krijgen wij medewerkers ook koffie van de NS? Nee, dit gaat niet soepel. Oh nee, ze krijgt het niet. Nee, ze krijgt het zeker niet. Niet? Oh, dat hebben ze mij verteld. Gewoon dokkers gehad. Nou, ze zijn er toch nog ergens beter in, hè? Ja. Nou, hij krijgt echt nergens gratis koffie. Oh, je hebt gewoon betaald? Ja, ik heb gewoon betaald. Oké. Okay. Wat? Wat zie jij wat ik niet zie? Er komt een conducteur aan. Er komt een conducteur aan. Er komt een conducteur aan. Er komt een conducteur aan, dames en heren. Het is echt zo. Oké, wacht even, wacht even. Dit is het spannende moment. En zij gaat doen alsof ze aan het schoonmaken is. Dat doet ze goed. Ja, ja. Hij loopt er gewoon. Ja, ja. Hij loopt er langs. Hoppa. Het is gelukt. Het is gewoon gelukt. 5 uur later. En het lukt gewoon. Ja, dit is klasse. Dit is klasse. Dit is leuk. Pien, we gaan terug. Ja, we gaan erop halen. Onze schoonmaak. Dat is ze hoor. Ja, dat heb je goed gedaan. Ja, ging helemaal lekker. Het duurde wel even, hè? Het duurde heel even, ja. Ja, wat hebben we te zeggen tegen de conducteurs van Nederland? Misschien lui, ja, of misschien moet hij even je werk doen. Ja. Want nu, basically, kan iedereen gewoon zo een lekker neon hesje halen. Dit aanschaffen. Gewoon gratis reizen door heel het land. Dus, wil je erbij komen, Gio? Ik wil er dolgraag bij komen. Dan mag jij wederom de auto doen. Oké, okay, hoe werkt dat? Luister, laat een comment achter. Sowieso, duimpje omhoog. Je weet hoe die dingen gaan. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Je weet ook hoe dat moet. Ik zou zeggen, join de gierige gastenclan als je echt lid bent. I'm Aisha.